Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Counter-Strike Global Offensive. De vorige aflevering heb ik het uitgebreid gehad over verdovingen en lachgas en heb ik uiteindelijk iets meer verteld dan ik eigenlijk wilde vertellen. Deze aflevering geef ik jullie het laatste puzzelstukje. Het laatste puzzelstukje van Rick Broers als persoon. Zeg maar, ik kom best wel vaak kijkers tegen in het echte leven. Ze bestaan. Ik heb echt een tijdje gedacht dat gewoon al mijn kijkers gewoon ingekocht waren door mijn moeder. Om me iets beter te laten voelen over mijn trieste leven ofzo. Maar ze bestaan echt. En met de meeste kijkers knoop ik dan een klein gesprekje aan. Dat schijnt sociaal te zijn. Niet dat mensen zeggen, hey, ben jij Rick van YouTube? En dat ik gewoon ze negeer en dan ga slaan ofzo. Ja, dat is gewoon niet echt hoe de beste YouTubers met hun kijkers omgaan. Dus stel, je komt mij tegen. Dan zou het kunnen gebeuren dat jij en ik samen een gesprek hebben. Zoals mensen dat wel eens doen. En uit die gesprekken blijkt altijd dat mijn kijkers veel meer van mij afweten dan ik denk dat ze weten. Dan vragen ze van, hey Rick, dat proefwerk, moleculaire spectroscopie van vorige week, was dat nou waar of niet? Dat ik echt denk van, huh? Heb ik dat verteld? En je kat Hendrik met zijn piratenogen, gaat dat nog goed? Echt dat soort dingen van, huh? Dat heb ik toch nooit verteld? Of wel dan? Blijkbaar wel. Nou, er is er maar één ding waarvan ik 1000% zeker weet dat ik het niet op YouTube heb verteld. Als jij naar me toe komt en je hebt het over dit onderwerp, zeg maar voordat deze video online staat, dan word ik gewoon echt heel bang. Want dan zit er een of ander marsmannetje in mijn computergeschiedenis te kijken. Ik heb namelijk een supergeheime hobby. Het is geen hele smerige hobby of zo. Nee. Het is gewoon een rare hobby die gewoon niet heel veel mensen hebben. Maar ik heb hem wel. Ik kijk namelijk graag YouTube video's. Dat heb jij als het goed is ook, anders ben je hier niet. Waarop live televisie fout gaat. Ja, mensen vinden gaat fout video's op YouTube. Schijt irritant. Tenminste, ja, de echte gaat fout vlogs. Ik kijk heel graag gaat fout video's. Gewoon uitzendingen van bijvoorbeeld het journaal. Waar dan live iets fout gaat. Gewoon, ik ben lekker aan het presenteren in het journaal. En ik kots opeens mijn hele bureau onder. Dat is het leuke ding. Je tikt gewoon in. Live television broadcast fail compilation. Geloof me. Dat is fantastisch. Vooral omdat ik nu zelf ook sinds kort een live televisie doe. Zo'n 2 keer in de maand op de vrijdag doe ik bij First Gaming. Wat gewoon inhoudt dat ik 1,5 uur lang Minecraft speel. En weet je, Minecraft spelen op live televisie was nooit echt mijn grootste ambitie. Maar het is voornamelijk gewoon, ik heb 1,5 uur lang de tijd om slap te lullen op live televisie. En het leuke aan live televisie is, het is zo live! Ik heb echt een paar keer dingen gezegd. Het leuke ook aan het programma überhaupt is de regie, zeg maar de mensen achter de schermen, er zijn er nogal een paar. Die praten mee via een microfoon. Maar ik praat zeg maar in een microfoon en alles 1 meter van die microfoon af hoor je niet, ja? En de mensen van de regie die praten dus over de luidspreker en die maken grapjes op wat ik zeg. Maar dat horen mensen in de uitzending niet. Dus op een gegeven moment vertel ik gewoon op live televisie een verhaal. Een verhaal dat ik trouwens nog nooit in een video heb verteld. Echt een heel erg, dit kun je echt niet maken verhaal. Vertelde ik op live televisie. En toen zei de regie zo van, ja Rick, dat kun je echt niet maken op live televisie. Vind ik mooi. Dus ja, eigenlijk is Rick op live televisie gooien en gewoon Rick, vertel maar wat je wil vertellen. Is sowieso een slecht idee. Ik ben ook zo van, ja tering, mag je eigenlijk tering zeggen op live televisie? Is dat een ding? Het is best wel hilarisch. Dit is geen reclame trouwens. Ik krijg niet betaald om dit te zeggen. Ik zeg het gewoon en ik krijg betaald. Maar niet om het te zeggen. Eigenlijk wilde ik het daar uiteindelijk niet over gaan hebben. Live televisie faalcompilaties zijn in ieder geval hartstikke leuk om naar te kijken. Maar ik heb nog 1 grotere hobby. Ik kijk heel veel afleveringen terug van Lotto Weekend Millionaires. Ja, dat programma van vroeger waar je zo een vraag kreeg en dan kreeg je een bedrag. En dan kreeg je nog een moeilijke vraag, kreeg je nog een hoger bedrag. En als je alle vragen goed had, kreeg je 1 miljoen. Leuk hè? Zijn daar dus ook hele faalcompilaties van? Ik voel me altijd als kind al af. Er is namelijk, ja, ik neem aan dat de meeste mensen bekend zijn met het programma. Je hebt altijd 3 hulplijnen. Je hebt altijd de 50-50, 2 van de 4 antwoorden weg. De vragen publiek, waar je een poll krijgt van het publiek. En natuurlijk de befaamde bel een vriend. Waarvoor je letterlijk 30 seconden lang een vriend mag bellen. En die mag dan voor jou zeggen wat hij denkt dat het antwoord is. Ik was altijd als kind al gefascineerd door dat programma. En ik vroeg me altijd af, wat nou als je vriend het gaat opzoeken op Google? Ik heb het nog nooit waargenomen in een aflevering in Nederland. Maar in de Amerikaanse versie is het echt een ding. Er is een hele compilatie op YouTube waar vrienden de vraag intikken in Google en het antwoord geven. Dan wordt het wel heel makkelijk.
Maar je hebt maar 30 seconden. En geloof me, het gaat heel vaak fout. Met hoofdletters gaat fout. Ik ben trouwens echt zo slecht met shotguns. Ik ben al slecht, zoals je kan zien. Ik ga super dupertje, flupertje vaak dood. Maar het feit dat ik een shotgun heb, maakt het niet veel beter. Dus het is een complete compilatie op YouTube van mensen die een spelshow verpesten. Maar er is nog een betere YouTube video. Dit is een YouTube video van 1,5 uur. En zoveel gebeurt er nou ook weer niet. Dus ik ga hem samenvatten in 10 minuten. En dan hoef jij hem niet te kijken, heb je toch weer wat geleerd. Het is namelijk 1 keer gebeurd in de televisiegeschiedenis dat iemand vals speelde bij Lotto Weekend Millionaires. En weet je wat die valsspeler won? 1 miljoen! Hij heeft 1 miljoen gewonnen door vals te spelen. En nou heb ik het niet over die fucking film Slam Dunk Millionaire. Voor de mensen die die kennen, gaat er ook over. Een man doet mee aan Lotto Weekend Millionaires. Hij heeft alle vragen goed en ze denken dat hij vals speelt. Maar eigenlijk heeft hij allemaal jeugdtrauma's en daardoor wist hij precies al die troep. Dat was een beetje het idee van Slumdog Millionaire. Voor het geval je die ooit moet kijken, hij heeft allemaal dingen meegemaakt. Ja! In ieder geval, het idee was dus, die man deed mee met Lotto Weekend Millionaires. En de eerste dag, het gebeurt soms als je er lang in zit, dat je over 2 dagen meedoet voor de mensen die het programma niet kennen. Als je het hele programma niet kent, zijn we elkaar sowieso een beetje kwijt. Het is een programma met een quiz. En soms, als mensen heel veel vragen tot elkaar goed hebben, wordt niet gewoon de aflevering langer. Dat kun je niet maken. Dat is niet handig voor tv. Ja, sorry, deze aflevering is 2 uur, want iemand had heel veel vragen goed. Dus dan ging er een zoomer, deze ook. En dan moest je de volgende dag terugkomen. Of bij ons geval, bij ons was het 1 keer per week geloof ik. Mocht je volgende week terugkomen in de uitzending. Geen idee of dat meteen weer werd opgenomen. Of dat je ook echt een week later terug moest komen naar de studio. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar die man die was dus bij de 32.000 euro. Dat is gewoon, ja, je hebt net de makkelijke vragen gehad. En hij had er al 2 hulplijnen doorheen gejast. Beter bekend als, het ging niet zo lekker. En toen ging de zoomer van, hey, tot de volgende aflevering, Peter. Dus Peter ging niet zo lekker in het spel. En de zoomer ging voor, hey, tot de volgende aflevering, nerd. En toen had Peter dus een geniaal idee. Wat nou als ik gewoon ga vals spelen? Want ja, als ik de volgende aflevering normaal meedoe, veel verder dan 2 vragen kom ik toch niet. Dus weet je wat, ik ga lekker keihard vals spelen. Wat hij had gedaan was afgesproken met een andere man uit het publiek, dat als hij ging zeg maar 1 voor 1 de antwoorden voorlezen. Zo van, Parijs? Ik weet niet. Is het Parijs? Is het Parijs? B, Antwerpen. Antwerpen. Zo ging hij letterlijk 1 voor 1 alle antwoorden af. Fuck! Wow. Wat gebeurt hierachter? Hij ging 1 voor 1 alle antwoorden af. En de man deed dan als hij bij het goede antwoord kwam. En bij de normale tv-opname hoor je dat oprecht helemaal niet terug. Maar ze hadden zeg maar een speciale, een soort documentaire was het over die valsspeeltruc van hem. Bij de microfoon die bij die man in de buurt zat, hoor je het heel duidelijk terug. Iedere keer, is het Parijs? Blablabla. En ik vond het super interessant om te zien. Want ze lieten dus ook de hele aflevering liepen ze door. Het was vooral, die man was zo raar aan het doen. Hij zei zo van, ja, nou, Parijs is het sowieso niet. Ik weet 1 ding zeker, het is sowieso geen Parijs. Misschien is het B, Antwerpen. Misschien is het C, kinderpoep. Ja, dat kan ook nog wel. Misschien is het wel C, kinderpoep. En opeens kuchte die man nog een keer bij A. En toen, nee. Ik weet 100% zeker, het is A. Ik ga ervoor. Ja, maar net zei je nog dat A sowieso niet was. Nou en, ik zeg A. Vul A in. Dat is echt fantastisch. Die man is uiteindelijk opgepakt. Ze hadden sowieso al bij de productie zoiets van, hier klopt iets niet. Die gast kan niet telkens zeggen, het is A, het is sowieso niet A. En een minuut later er heilig van overtuigd zijn dat het sowieso A is. En dan kwam je ook met smoesjes zo van, ja, het is of A of D. En ik, meestal heb ik het fout, dus ik denk D, dus dan doe ik A. Zo van, vriend, wat probeer je te doen momenteel? Nee, maar echt, wat probeer je te doen? En op een gegeven moment had de regie zoiets van, ja, hij speelt gewoon vals, maar we kunnen niet bewijzen hoe. Ze hadden eerst het vermoeden dat hij misschien 4 mobieltjes bij zich had met trilfunctie. En dat dan de trilfunctie stond voor het antwoord, wat best cool geweest zou zijn. Uiteindelijk zijn ze dus achtergekomen dat een man in het publiek alles aan het doorschijnen was. En dat vond ik cool. Ik vind dat soort dingen leuk. Mensen die proberen televisieprogramma's te bedriegen. Ik ben zelf dan ook een 's werelds grootste bedrieger. Ik probeer ook YouTube door te bedriegen. Door mijn hele video lang te kuchen. Maar ik heb er nog geen geld mee gewonnen. Er was ook een soortgelijk ding. Ook weer over een man die vals speelde bij een televisieprogramma. Maar die man vond ik best wel in zijn recht. Hij deed namelijk mee met een programma genaamd Push Your Luck. En hier moet ik wel even gaan uitleggen wat het programma is, want wij hebben het programma namelijk niet in het Nederlands. In Nederland hebben wij dit programma niet en ja, niemand zou er naar kijken in Nederland, dus... Oh man, ik dacht eventjes, ja, als hij van mij wint, dan kan ik beter gewoon doodgaan. En dat gebeurt ook, want hij schiet me dood. Het programma heet Push Your Luck. Het is een heel bekend Amerikaans spelprogramma van vroeger.
En Push Your Luck is een redelijk duidelijk spel. Je hebt een soort gigantisch rad van fortuin. En je moet telkens op een knop drukken. En er zit een ding, gaat, je hebt een soort bord. Je moet het even uitbeelden. Je hebt een soort gigantisch bord en dan gaat zo... Gaat er zo'n cursor overheen en zij drukken op een knop. En het ding waar jouw ding dan op stil staat, dat bedrag krijg jij. Maar er waren ook whammies. Whammies. Gewoon een soort stom mannetje. En die mannetjes gingen aan en uit bij een vakje. En als je op dat vakje kwam en er stond zo'n mannetje op, was je al je geld kwijt. Dus het was voornamelijk telkens de vraag, wil je één keer drukken? Oké, ik heb 500 euro. Wil je nu verder drukken? Want de kans is dat je een whammy krijgt. En dan ben je al je geld kwijt. En de kans op een whammy was 1 op 6 of zo. Er was dus een man, die heeft maandenlang geobsedeerd dat programma gekeken. En die kwam achter een patroon. Dat bord lijkt namelijk volledig random poep, 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 te doen. Maar er zat gewoon een patroon in. Hij ging altijd die. En toen kwam hij er dus achter dat die whammies gaan aan en uit op een vakje. Zo, wel niet. Maar er was één vakje waar geen whammies op waren. Eén vakje waar je dus nooit je geld kwijt zou zijn. Toen heeft hij dus dat in verband gebracht met dat wiskundige patroon. Waardoor iedere keer als hij op die knop drukte, perfecte hand-oogcoördinatie. Iedere keer als hij drukte, had hij dat ene vakje waar geen whammy in zat. En daar zat soms heel weinig geld in en soms heel veel. Maar hij kon oneindig veel geld winnen met het programma. Zeg maar, vroeger in de Amerika... Ik weet niet heel veel van Amerikaanse spelshowprogramma's hoor. Maar vroeger waren spelshowprogramma's een stuk bescheidener dan vandaag de dag. Vandaag de dag is gewoon, je wint een miljoen! En vroeger was het echt, als je 100.000 euro, of als je 10.000 euro won voor met een spelprogramma, was het echt veel. Toen waren die bedragen nog veel kleiner. Was het nog veel vriendschappelijker dan vandaag de dag, waar alles alleen maar om geld gaat. Vandaag de dag kijken wij alleen maar Lotto Weekend Miljonairs, omdat sommige mensen daadwerkelijk een miljoen kunnen winnen. Als de maximale prijs 100 euro was, boeide het ons niks. Wij willen zien hoe een persoon misschien een miljoen wint, of niet. In ieder geval, vroeger was het nog niet zo. Dus de gemiddelde prijs was echt 10.000 euro, als je geluk had. Die man ging er vandoor met 200.000 euro. Alleen, nou is de vraag dus. Voor mij is hij uiteindelijk wel weer aangeklaagd. Typisch Amerikaans natuurlijk. Mensen aanklagen. Maar hij heeft uiteindelijk niks verkeerd gedaan. Het programma heet Push Your Luck. En hij heeft het luck-gedeelte er heel erg uitgehaald. Hij wist precies de timing om te winnen. Dus het was voor hem geen geluk meer. Maar perfecte wiskunde en hand-oogcoördinatie. Ik vind het gewoon fucking cool. Dat spel heeft gewoon een heel slecht bord gemaakt. Dat helemaal niet willekeurig doet. Maar gewoon een patroon heeft. Het feit dat die man dat patroon heeft opgemerkt, vind ik niet per se slecht van hem. Nee. Maar hij is uiteindelijk natuurlijk alweer aangeklaagd. Waarschijnlijk is hij al het geld weer kwijtgeraakt. Maar hij is uiteindelijk vermoord. Door een of andere seriemoordenaar of zo. Je ziet het in de documentaire. En ze zetten hem ook heel erg in de slachtofferrol. Zeg maar, hadden ze interviews met andere mensen die meededen in het programma. Je deed namelijk meerdere mensen tegelijk mee. En zeiden ze, ja, we vonden hem al heel verdacht. En hij zei dit tegen me en dat. Alsof het een fucking seriemoordenaar was. Die man is mijn held. Hij is wel dood trouwens, maar hey. Dat is Push Your Luck. Nu kunnen we het nog verder gaan hebben over Amerikanen die je voor alles aanklagen. Het is namelijk zo, omdat slimme advocaten. Amerikanen staan heel erg onbekend dat je voor alles aangeklaagd wordt. En daar zit dus een soort trucje achter. In Nederland had je bijvoorbeeld laatst een geval met Lotto Weekend Millionaires. Dat deal or no deal gebeuren. Dan moet je altijd zo op een knop drukken. Als je op de knop drukt, wordt het een deal. Hè? Dat is het plan. Je krijgt zo, de bank biedt 10.000. Deal or no deal. En toen had die man dus opeens op de knop gedrukt. Maar hij wilde niet op de knop drukken en toen bleek dat hij een kistje had met heel veel geld erin. Dus omdat hij op de knop drukte, won hij dat grote bedrag niet. En dat was al heel groot nieuws, want die man die was dus heel boos op het programma van, ja, maar ik wilde niet drukken! Terwijl het hele ding is, druk wel of niet op de knop. Je kan niet per ongeluk op een knop drukken. Ja, het kan wel, alleen dan is het best wel alsnog jouw schuld. En hij klaagde dus het programma aan. En heel veel mensen dachten, oh, wat een sukkel. Waarom klagen dat programma aan? Nou, dat is dus zo, omdat Amerika... Wat er gebeurde, is die man wordt gewoon benaderd door een advocaat. Die zegt, hey, we kunnen hier een rechtszaak van maken. Waarschijnlijk winnen we hem niet. Maar hey, als we hem winnen, krijg je een miljoen. Oké, wat gaan we dat kosten, advocaat? Helemaal gratis. Ik doe de volledige rechtszaak. Jij hoeft alleen maar even in de zaal te zitten. En als we de rechtszaak winnen, krijg ik de helft. Waarschijnlijk is het zoiets geweest. Een advocaat die zegt, joh, we kunnen het tv-programma aanklagen voor een miljoen. Waarschijnlijk winnen we niet, maar als we winnen, allebei een half miljoen. Die man heeft niks te verliezen uit een gratis advocaat en een kans op een miljoen.
En dan kun je, die man kun je dus niet heel zielig vinden. Hij hoort gewoon, hey, we gaan het waarschijnlijk niet winnen. Maar als we het winnen, krijg je 500.000. Het is gewoon fucking cool. In Amerika is dat dus echt gewoon big business. Advocaten die gewoon op tv zeggen, yo, heeft een merk jou iets aangedaan? Ik betaal de volledige, ik ga mijn advocatenwerk doen. En als we winnen, wil ik een deel van het geld. Dat soort advocaten bestaan. En daarom is het dus zo dat in Amerika zoveel random dingen aangeklaagd worden. Die advocaten hebben zoiets van, we kunnen ze proberen aan te klagen. Misschien lukt het niet, misschien lukt het wel. Zak geld. Zo is er bijvoorbeeld in Amerika ooit een winkel aangeklaagd voor gratis kaas. Ze hadden een bakje met gratis kaas. Hebben wij ook wel eens. Ja, leuk, gratis kaas. En er was een meisje, die had gewoon een klein meisje, echt 10 jaar oud of zo. En die had gewoon die hele bak kaas leeg gevreten. Doe ik ook wel eens, maar dan doe ik het subtiel. Loop ik even langs. Hé, hey, blokje kaas, mag ik proeven? Ja, is goed. En dan kom je een minuut later. Oh, blokje kaas. Oh, is dat lekker? Mag ik even proeven? Ik ben een legale kaasdief. Maar je hebt ook illegale kaasdief. En dat meisje heeft gewoon het hele schaaltje leeg lopen vreten. En toen is de manager van de supermarkt heel boos naar haar toe gekomen. Van, hé, je kan toch niet al die kaas opeten? Toen hebben ze dus de supermarkt aangeklaagd. Want de kaas was gratis. Dus er staat nergens dat je er maar één mag eten. En toen hebben ze weer, zoals ik net zei, zo'n rechtszaak aangespannen. En dat meisje heeft gewonnen. En zij won voor de rest van haar leven gratis kaas. Woo! Oh shit, ik moet even opletten. Oh, dit ding. Fuck, ik kan dit wapen niet bedienen. Hé, hey, vriend, kom eens hier. Vriend. Bro, nee, nee. Dat was echt heel triest. Nou, dus moraal van het verhaal, ga niet naar Amerika en koop daar niet je kaas. Het is gewoon een heel slecht idee om in Amerika kaas te kopen. Klaag gewoon iedereen aan. Oh, fuck, fuck. Ah, wap, wap, wap. Echt even stress. Ik heb 12, wapentje 12. Het is vooral omdat ik net geknifed werd toen een wapen terug werd gezet. Hopla, hopla. Als je dit wapen wel goed gebruikt, dan werkt hij best goed. Kom op, Rick. Woe, je kan dit. Waar kan dat vandaan? Oké, dan. Rick gaat dit misschien winnen. Waarschijnlijk niet. Dan moet ik Counter-Strike aanklagen. Dat zou leuk zijn in het thema van de video. Als ik niet win, klaag ik Counter-Strike aan. Global Offensive. Rick, wanneer ga je competitive spelen? Hou je mond. Ik klaag je aan. Doe mijn nieuwe grapje. Gewoon bij alles wat kijkers reageren, reageer ik gewoon ja, ik klaag je aan. Ik en mijn advocaat klagen je aan. En het wordt super gezellig. En we krijgen al je geld. Ik wil even door dit raam heen. Ik klaag de maker van dit raam aan. Mag, kan dat? Is dat een ding dat ik kan doen? Ik hoop het, want ik ga het doen. Woehoe! Pure spasmus op je toetsenbord. Oké, nog één gast even helemaal kapot schieten. Dan krijgen we nu het mes. Waar spant er even eentje hier? Maar die gast heeft ook een mes, of niet? Tjokka, 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 tjokka. Oh, ho, ho! Ik ben zo slecht met dat mes, hè. Ik ben zo slecht met dat mes. Niet normaal. En je krijgt veel stress. Ben slecht met een mes, ben slecht met een mes. Hier word ik waarschijnlijk neergestoken. Ah! Ik wil winnen! Waarom ga ik niet winnen? De kans dat ik win is kleiner dan mijn penis. Best een grote kans alsnog. Lieve kijkertjes, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Het laatste stukje van de puzzel is dus, ik ben dol op live televisie faalcompilaties. Ik kan in principe ook wel dat ene verhaal waarvan ze zeiden, dat kan je echt niet zeggen op televisie. Vertel in een video. Vind jij dat leuk? Dan even een duimpje omhoog. Dan vertel ik de volgende aflevering. Het verhaal waarvan de televisie zei, dat kan je echt niet zeggen op televisie. Het heeft te maken met een bekende Nederlander die ik naaktfoto's heb gestuurd. Is dat interessant? Tuurlijk is dat interessant. Nou ja, we kijken op deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Counter-Strike Global Offensive. Doe een duimpje omhoog als je genoten hebt. En zo nee, abonnee. Dankjewel voor het kijken. Doei!